Hoi, ik ben Noga, ik ben 16 jaar en ik ben eerstejaarsstudent bij het Johan Cruijff College en ik doe de opleiding sport en coaching. We zijn nu bij mijn atletiekvereniging, ARV Ilion in Zoetermeer. Ik doe atletiek en mijn onderdeel is polshoogspringen. We staan nu in het krachthonk, daar train ik 2 keer. Het Johan Cruijff College biedt mij de mogelijkheid om mijn sport te combineren met school. En ik vind het ook heel erg leuk, omdat je heel veel leert ook voor je eigen topsport en wat voor jezelf ook van belang is. Je hebt bijvoorbeeld ook het vak topsportvaardigheden en daar krijg je bijvoorbeeld modules als voeding. Daar leer je heel veel van voeding en daar heb je zelf ook heel veel voordeel uit. Ik vind de docenten van het Johan Cruijff College heel erg fijn, omdat ze je heel erg goed begrijpen, omdat ze zelf ook topsport hebben gedaan. De sfeer in de klas is heel erg leuk en we gaan allemaal goed met elkaar om. Ik denk ook dat het komt omdat we allemaal sportmentaliteit hebben en allemaal een beetje weten van elkaar wat we doen met sport en dat we het allemaal op hoog niveau doen en dat het daarom zo goed klikt. Het meest trots ben ik op dat ik nu de eerste van Nederland ben en ook 6 Nederlandse titels op mijn naam heb staan. Mijn droom is eigenlijk, ja, sinds dat ik heel erg klein ben, al om de Olympische Spelen te halen. Maar voor nu bekijk ik het eigenlijk liever op de korte termijn. En dat is eigenlijk om dan komende zomer op het EK te staan.